leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag, welke datum is vandaag? Oh ja, dan moet ik even kijken hoor. Even kijken dan. 8e volgens mij. Ja, 8. Ja. Ja, 8 augustus. En het is nu 12 uur, 5 voor 12 om precies te zijn. Anders krijgen we straks weer ruzie met Jamira die zegt, nee, liever het is 6 of 7. Het is nu 4 voor 12 en we rijden nu onderweg. We gaan nu onderweg naar Den Haag. We rijden zeg maar hier. En ik ben met dit hier. En ze heeft net haar handcrème gelikt. Gadver, dat was zo'n grappig nasty. Ja, dus? Als je handcrème op je handen hebt gesmeerd en dan ben je vergeten, dan aan likken. Dat is echt heel nasty. Nou, dus we gaan lekker naar Den Haag. En waarvoor we naar Den Haag gaan is voor de Nicky Plessen Lounge of zo. Alles voor een gratis bed. En nou ja, ik zie jullie zo weer. Bij de bijenkorf. En we staan nu bij zo'n trappetje hier. Waar ja, allemaal van die, ik weet niet hoe je dit noemt, glas en lood. En daar is Jamira weer. En hier heb je allemaal spiegels. Dit is trouwens mijn outfit of the day, dat vind ik wel leuk. Deze trui van Zara. Mijn broek komt van Coolcat en mijn Adidasje Superstars. En ja, we gaan weer verder. Dus tot zo. In de bijenkorf alweer. Oh, ik dacht dat je de foto ging maken. Nee. Ik sta even zo. We zijn dan weer in de bijenkorf. En we hebben deze coole Nicky petten gekregen. Nicky Plessen. Er staat een foto van op Instagram die ze al een week houdt. En Jamira is hier. En we hebben, er allebei twee. In plaats van één. Twee. Dus, kijk. En ik ga vanavond lekker pannenkoeken eten, want ik heb pannenkoeken gehad. Doei. Tot zo. We zijn heel blij met onze Nicky petten. En we gaan nu, waar gaan we nu heen? Naar de Primark. Voor dit wijf hier. Dus, tot zo. Oké, we zijn thuis. Ik ben nog steeds met Jamir. En we hebben net een heel stuk moeten lopen, want toen ben ik naar het station. Oh, mijn teen! Nou, toen ik naar het station moest, ging mijn bandsprong erin eens af. Ik heb heel op pokken en moeten lopen en we hebben nu gewoon muziek op. En het is Bruno Mars. Dance! En het was super leuk bij Nicky en we hebben deze coole pet gewonnen. Of gekregen. Don't believe me, just what? Come on! Oké, ik ga weer ophangen, want dit is ophangen! Ik wilde net dus een stukje vloggen. Ik kan echt totaal niet vloggen, maar I don't fucking care. Oh, je mag niet schelden. Maakt niet uit. Je hoort dadelijk wel een piep dan. Maar ik wilde net dus vloggen. En ik had echt gewoon 5 minuten lang, had ik gewoon die camera in mijn handen. En ik heb nu alweer een lamme arm. Omdat ik gewoon totaal niet gewend ben. En ik haal het eigenlijk om mezelf op te filmen. Ja, je schoot het kleed weg. Oh. Ik voel dat kleed hem hier. Maar dus ik ging net 5 minuten lang vloggen. En hij had dus gewoon niet opgenomen. Want ik had de verkeerde knop geklikt. En ja, dat is dus heel awkward. Oh, mijn arm. Ik heb dus gewoon 5 minuten lang heb ik gewoon met een camera in mijn hand gestaan. Terwijl hij niet op is genomen. Hou die handen! Het is hier geen concert. Hij denkt dat het een concert hier is, maar nee. Wie doet na? Wie doet na? Ja, we hebben nu, oh ja, dat wilde ik ook nog eens zeggen. Ik bestel normaal bij Acacia. Dat is zo'n winkel hier. Zo, je mag me zo gewoon aanzetten, anders is het zo doodstil hier. Dus? Nee, dat vind ik awkward. Ja, beter. Nee, gewoon helemaal dinges. Ja. Oh, maar ik heb echt een lamme vlek. Ja, nogal zwaar. Ik zit nu ook gewoon, ik weet niet of jullie dat zien, maar ik zit nu gewoon een beetje te trillen met mijn arm, omdat het gewoon te zwaar is. En met mijn linkerhand, wat ik nu doe, dat is eigenlijk geen goed idee, want ik kan het ding uit mijn handen laten vallen.
Maar in ieder geval wat ik nog wilde vertellen is, ik had net een Turkse pizza. Appelsap? Mama, appelsap? Nee, bij het beste appelsap. Wij zijn bij appelsap. Oh, maar al voor de derde keer, wat ik dus wilde zeggen, is, ik vind het trouwens heel awkward om tegen de camera te praten. Ik had dus net een pizza, Turkse pizza besteld. En ik bestel altijd bij Acacia, dat is in Delft. Ik weet niet of jullie dat ook ergens in jullie ding hebben daar zo, stad, Roger. En, een mug. Oh, die is buiten. Heel awkward. Maar, die heb ik dus altijd besteld. En nu had ik hem dus besteld. En het was gewoon een hele erge, gore, de goorste ooit Turkse pizza. Die ik gegeten heb. En normaal bestel ik hem altijd bij die filiaal, hoe je het ook moet noemen. En oh, mijn arm wordt lam. Nu had ik hem dus besteld en het vlees dat. Ja, ik weet niet wat voor kruiden erop zaten, maar dat was gewoon hele vieze kruiden. En normaal doen ze altijd knoflooksaus in de Turks pizza. En dat hebben ze nu in een doosje gedaan, dus nu moest je het zelf gaan doen. Maar ik ben al onhandig met eten, dus dat is namelijk heel awkward. En... Jezus, godver! Goed verhaal om het kort te houden. Kort. Monica Geuze 2, sorry. Ik kijk te veel naar haar vlogs, maar ik vind het echt geweldig. Dus Monica, ik weet niet of je kijkt of whatever. Duimpje omhoog als je Monica Geuze ook leuk vindt. Oh, nou Jamie zegt duimpje omhoog als je Monica Geuze ook leuk vindt. Of reactie, whatever. Wat doe je? Oké, okay. Jamie was heel raar aan het doen. Maar... Ja, ik heb dus nu gewoon 3 minuten geluld of zo, gepraat om een Turkse pizza die ik gewoon echt goor vind. En ja, het was dus gewoon de goorste die ik ooit heb gegeten. Goed verhaal, Jamira, heel goed. Echt Monica Geuze, echt, ik hou van dat mensen. En het loopt weer. We zaten net in het trein. En toen loopt het heel erg naar Kots van Bean Boozle. Nee, naar Pis. Ja, Kots, Pis whatever. Ja, we wilden. Gelukkig was het de laatste halte die we moesten hebben. Jamie doet even een workout. Moet jij naar die programma? Ja, inderdaad. Maar we zaten er. Moeilijk hè, praten. We hadden gelukkig nog dat we. Ik zweet gewoon trouwens. Zelfs dat ik dat ding gewoon goed vast moet houden. We hadden geluk. Derde poging. Dat we de laatste halte moesten, zeg maar, met de trein. Ja. En toen echt met de laatste paar minuten, toen zei Jamie, Jamir, moet je eerst ruiken. Dus ik echt zo'n hele diepe snuif. En dat had ik beter niet kunnen doen. Want het was gewoon, het rook gewoon naar plas, pis. Whatever, hoe je het ook wil zeggen. En dat was gewoon heel erg vies en nee. Dus we hadden geluk dat het nog maar de laatste... Mijn arm doet echt zeer, dus ik ga dadelijk echt stoppen. Maar ik lul wel... Ik praat gewoon wel de hele tijd bullshit. En jullie gaan echt denken, waarom neemt zij de vlog over? Maar ik vind het gewoon even leuk. En wat is dit voor takken, Harry? Waarom zit jij een Snapchat te maken? Oh, doe maar niet, want ik sta een beetje met mijn buik naar voren. Doe even een andere zender. Eigenlijk alles. Het gaat over iemand. Nee, grapje. Misschien. Maar. Ja. Maar in ieder geval, ik ga deze video even afsluiten. Althans, niet deze video, maar dit stukje. Want mijn arm, je ziet hier, ik weet niet of je dat ziet, maar echt mijn spier en mijn nagel zit er gewoon helemaal in. Ik weet niet of je dat ziet, maar maakt niet uit. In ieder geval, mijn nagel zit in mijn arm en mijn spier, dat is gewoon hard. En dat doet gewoon heel erg plezier. Dus ik zie jullie straks weer. Maar nou heb je rode. Oh, ik ben lekker met mijn zusje. En we gaan een film kijken genaamd Walking on Sunshine. En we hebben deze lekkere muffins van de Marks & Spencers. En het is nu... Oh, het is nu 10:15 en we gaan lekker film kijken. En we zien jullie zo weer. Tot zo! De film is al afgelopen. We hebben de film Walking on Sunshine gekeken. En ik ben even mijn agenda aan het bijwerken. Zo ziet mijn week er nu uit. Ik weet niet of jullie het zien. Het is nu... Even kijken voor jullie.
Het is nu 12:30, bijna over 3 minuten. En ja, de film was super leuk. Ik heb vandaag lekker gechilled met Jamira. We hebben Nicky Plessen gezien. Daar zit ook nog een klein stukje van in de vlog. Maar ik denk dat ik bij deze gewoon lekker de vlog ga afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei.